Nu kunnen zij ons horen alleen. Goeie. Gaan we nu. Oh ja, het is volgens mij ook te live te volgen. Oh nee, later pas. Ja, als ik tenminste als ik die kamer bekijk. Nee, hij staat nog niet aan. Oh, dan komt hij zo dicht. When is that? No, one more. You need a close. This kind of. Get a close-up of. No, they're going to get closer. Of the St. Martin delegation. Okay. Close-up, otherwise, there's no point. Okay. Feliciano. Veel meer worden het nieuws van vanmiddag. Tilpot niet voor interviewstabel. Zie je dat erbij door? Gewoon een notitie met die. Ik kan dat erbij door. Zie je dat erbij door? Een mes de notitie van met die. Ik kan het een eigen maken. Dat is bij extreem direct.
Er staat in Curaçao nu iemand voor de camera. Dacht, ik geef het even door. Goedemiddag, iedereen aanwezig hier in deze zaal, maar ook in Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Welkom bij de persconferentie van het IPCO. Dit keer voor het eerst met videoverbinding. De techniek staat niet stil, gelukkig. Dus het is fijn dat we u in plaats van horen zoals de vorige jaren ook kunnen zien aan de andere kant van de oceaan. Aanwezig vandaag het presidium van dit overleg, de vier parlementen aanwezig. Ik begin aan de rechterkant. Bij de delegatie van Sint Maarten, mevrouw Sarah Westcott. Daarnaast mevrouw Marlin Romeo. Dan hebben we de delegatie van Curaçao. Met meneer Wilsou en meneer Franco. Rechts is meneer Herde van Aruba. Mevrouw Marisol López-Tromp van Aruba. En mevrouw Lindhorst van de Nederlandse delegatie Leiden. En mijn naam is Jeroen Recour. En ik heb gefungeerd als voorzitter. Ik kijk op de lijst. We zullen eerst de afsprakenlijst ondertekenen. Dat doen we in enkelvoud. Er wordt één keer ondertekend, waarna de kopieën gescand zullen worden. Vervolgens zal iedere delegatie een korte toelichting geven op de afspraken die we gemaakt hebben. En daarna is er ruimte voor vragen. Dat doen we per locatie. En daar hebben we onze voorlichter die dan de regie in handen heeft. En dat betekent dat we nu toegekomen zijn aan het officiële moment. En dat officiële moment is het tekenen van de afsprakenlijst. Voorzitter, ja, 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 voorzitter, ja
Hallo. Zo, dat was het officiële moment. Dan liggen de afspraken vast. En dan kan ik niet anders dan concluderen dat dat het heel succesvol IPCO is geweest. Ik ben eigenlijk bijzonder trots op ons. Trots omdat een onderwerp wat al jaren voortsleepte, waar geen beweging in zat, maar wat wel zeer actueel is geworden, namelijk de geschillenregeling, dat we daar stappen hebben gezet. En die stappen betekenen dat individuele leden en delegaties minder hebben gekregen dan wat ze wilden. Dat geldt voor allemaal. Maar dat we met z'n allen gezamenlijk een stap hebben kunnen zetten daardoor. En dat is een enorme winst. En dat heeft, denk ik, kunnen ontstaan door de groeiende band en het groeiende vertrouwen en de goede sfeer die we de laatste jaren met elkaar hebben gecreëerd. De hoofdmoot, dus de geschillenregeling, daar is de grote stap gezet. Ik hoop echt dat daarmee ook de relatie tussen de landen en de regeringen van de landen, niet alleen de parlementen, beter wordt. Er was immers tussen een gesprek en de volle mogelijkheden uit het statuut niet zo heel veel mogelijk. Nou, een tussenstap daartussen, daar gaan we later over het volgende IPCO over praten. Maar wat in ieder geval mogelijk is, is dat er conflict is van, ja, is dat statuut nou wel goed uitgevoerd? Dan kan naar een onafhankelijk rechter worden gestapt. Een rechter met verstand van zaken. En die kan, waar het juridische geschillen betreft, een bindende beslissing nemen. En dat is een hele grote stap vooruit. Los het op, was mijn introductie van dit IPCO. Regeringen, los het op. Dat is onze rol van parlementen. Als wij het met elkaar eens zijn, dan is ons staatsrechtelijk bestel zo dat de regeringen dat uit moeten voeren. Kortom, dat is gelukt waar het de geschillenregeling betreft. Maar niet alleen de geschillenregeling. We hebben een heel aantal andere punten besproken. Los het op waar het gaat om het reizen met cedula tussen de verschillende landen binnen het Caribisch deel. Ja, dank. Los het op om te proberen die immigratiekaartjes die we allemaal in moeten vullen als we vliegen tussen de verschillende landen. En die voor de inwoners van onze landen aan de andere kant van de oceanen toch tamelijk overbodig zijn. Zorg dat we daarvan afkomen. Allemaal hele concrete punten. Op het gebied van onderwijs, nou, collega's zullen er nog veel over zeggen. Geschillenregeling is de hoofdmoot, maar achter die geschillenregeling hebben we ook op al die andere terreinen grote voortgang gemaakt. En dat is de praktische kant. Daarnaast ook weer, want we zeggen het eigenlijk de laatste tijd ieder IPCO, maar het is ook daadwerkelijk zo dat we in de wijze waarop we met elkaar spreken steeds beter en verder komen. Beter gaan en verder komen, moet ik zeggen. Onderwijs als discriminatie, toen we het de vorige keer op de agenda hadden, was dat nog een gevoelig punt waar we al snel naar elkaar keken. Nu kunnen we met respect en zonder verwijten het onderwerp bespreken. Onderwerp als integriteit, een lastig onderwerp, maar ook hier voortdurend zetten we stappen, concrete stappen, en kunnen we ook met elkaar spreken op een manier die niet verwijtend is. Die lijn hebben we nu goed te pakken. En de uitdaging is om de komende jaren dat vooral voor te zetten. We hebben nu een stap gezet. Sint Maarten is in januari aan de beurt. En dan heb ik in ieder geval de hoop dat we weer een stap kunnen zetten. En zo gaan we verder. En daarmee wilde ik mijn verhaal eindigen. En op volgorde van alfabet
En dat betekent dat Aruba het eerst aan de beurt is het woord te geven. En in dit geval denk ik mevrouw Lopez-Tromp. En nu het woord. Dankjewel, Jeroen. Namens de delegatie van Aruba willen wij jou ook op de eerste plaats bedanken voor de manier waarop je deze interparlementair contactplan hebt geleid. En natuurlijk ook samen met Marijke. En ik moet inderdaad, zoals je al hebt gezegd, toevoegen dat wij het ook als zodanig hebben ervaren dat we grote stappen hebben gezet met onderwerpen die al jaren op de agenda staan. En zoals we in het begin hebben gezegd van dit overleg, liever ook tot voorstellen willen komen, concrete voorstellen naar onze regeringen toe. En liefst door alle vier de parlementen. En dat is dit keer, zeker met het onderwerp van geschillenregelingen, een grote stap. De discussies die waren ook op niveau. En ik moet zeggen, ondanks dat er hier en daar natuurlijk meningsverschillen zijn, hebben we toch weten te komen tot hele mooie voorstellen en resultaten. En die natuurlijk hopelijk binnenkort ook zullen kunnen worden uitgevoerd door onze respectieve regeringen. Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om in deze persconferentie ook nogmaals mevrouw Marijke, ja, gedachten zeggen namens onze delegatie. Als vicevoorzitter van het IPCO hebben wij jou ervaren als zeker iemand die een vriend is van de vriend van de Cariben. En hopelijk is het niet de laatste keer dat we samen zijn. Misschien wel onder een andere hoedanigheid. Maar je hebt zeker heel veel bijgedragen in al die vergaderingen. En met name op thema van onderwijs heb ik jou ook meegemaakt. Altijd met een hart en heel veel inhoud voor onze landen. Hartstikke bedankt daarvoor. En bij deze dank je voor jullie gastvrijheid. Dank, mevrouw Lopez-Tromp. En dan kijk ik naar Curaçao. Meneer Franco. Dank u wel. Er is natuurlijk al veel gras voor me weggemaaid. Ik ga niet alles herhalen. Voor mij is het belangrijk, er is iets bewezen. En namelijk, het kan. Net als jij je introductie aanhaalde. In mijn introductie zei ik dat we de vorige keer een stap hebben gedaan met de geschillenregeling door te definiëren wat er nog ingevuld moest worden. En ik zei, geef het handen en voeten. Het heeft handen en het heeft voeten. Dus het kan. En zij die altijd sceptisch kijken naar deze type conferenties van jullie praten wel, maar er komt niks uit. Tegendeel is bij deze bewezen. Dus ik denk dat het een felicitatie is voor de organisatie van IPCO, maar ook voor IPCO op zich. Die hierin bewijst dat we inderdaad stappen kunnen zetten. Dus nogmaals ook hartelijk bedankt voor de organisatie en de wijze waarop dit is geleid. En ook aan Marijke, the same welcome at all the islands. Dank je wel. Dank. En dan kijk ik tot slot naar de delegatie van Sint Maarten, mevrouw Marlene Romeo. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, we have reached a critical moment in this IPCO meeting, and I want to first thank each and every participant in this meeting. It was clear that we had dialogue, there was respect, critical and objective thinking, and we all have reached a common goal, and that is quite a milestone. And I hope that in each IPCO meeting from henceforth that we continue in this direction. It was a very positive meeting, and I'm glad on behalf of the delegation of St. Maarten, we're very glad to have participated in this historical moment. Thank you. Dank u wel. Ik kijk even, ik denk dat het moment aangebroken is voor de pers. Ja. Dan geef ik u het woord en aan de pers de uitdaging. U heeft zoveel positiefs gehoord. We hebben de kritische vragen. Dank u wel. Voordat we overgaan naar de vragen, wil ik de journalisten vragen om eerst uw naam te noemen en het medium waarvoor u werkzaam bent. En ook aan te geven voor wie de vraag bedoeld is. En daar waar mogelijk uw vraag in het Nederlands of Engels te stellen. Ik begin bij Aruba. De eerste vraag is voor Aruba. Wie mag ik in Aruba het woord geven? Mijn naam is Hilario Donker, ik ben wel
werkzaam bij de radio's en de Hits 100. Wat betreft het akkoord dat bereikt is, wat de schillenrekening betreft, wat is nu de volgende stap? En voor wie is uw vraag? De vraag is aan Marisol Lopez-Lont. Bon dia. We hebben eigenlijk, dit onderwerp is al jaren op de agenda. En eigenlijk hebben we met z'n allen bereikt dat wat we in, in de afsprakenlijst hebben gezet, eigenlijk een bindende vorm heeft. Dat was vorige keer tijdens het IPCO op Aruba, een van de discussiepunten waar we niet uit konden komen. En dit keer dus wel, dat er een impartiële instantie zal zijn die bij zaken waar we niet uitkomen, dat die het dan kan behandelen, maar dan met een bindend karakter. En ik zal, als je wilt, ook het woord geven aan de heer Herdé om het eventueel aan te vullen. Ja. Ik zal heel kort zijn. Groeten de Aparuba. Zondag zijn we er weer. Geschillenregeling staat al 5 jaar op de agenda. Motie van David Eroskin Herdé van 2015. Er is veel bediscussieerd, er is veel geschreven, professoren. Ik ken een aantal studenten die nog op de universiteiten bezig zijn met de geschillenregeling. Ga alsjeblieft door. Maar we hebben een heel concreet begin gemaakt. We hebben afgesproken tussen de parlementen wat de contouren van, wat de eisen zijn van volgens het parlement voor de geschillenregeling voor het Koninkrijk. Het betekent 1 dat wij nu hebben afgesproken dat er een onafhankelijk orgaan komt waar we allemaal ongetwijfeld respect voor zullen hebben, een kundig en zakelijk orgaan. En we hebben aangegeven dat het mogelijkerwijs de Hoge Raad kan zijn. Maar we hebben mogelijkheden opengelaten voor anderen. Ten tweede, we hebben afgesproken dat het een bindend karakter heeft. Dat betekent dat onderwerpen die door dit orgaan behandeld worden met een uitspraak komt waar alle landen zich aan zullen houden. Net als een uitspraak in een rechtszaak. We hebben afgesproken ook dat de reikwijdte, wat het reikwijdte betreft, zijn we teruggegaan naar de motie van 2015, waarin staat dat het gaat om strikt juridische conflicten, meningsverschillen over interpretatie van statutaire bepalingen. Bepalingen in het statuut. En dat is al heel breed. Daarmee hebben wij aangegeven dat wat wij ervan vinden. En de ministers die volgende week op Curaçao vergaderen tijdens de Koninkrijksconferentie, krijgen van de parlementen bij wijze van spreken dit opdracht mee om aan de slag te gaan en concreet vorm te geven zoals de parlementen hebben afgesproken. Dus het is een enorm groot succes en ik wil gebruik maken van de gelegenheid om alle landen, alle parlementen te bedanken. Het heeft de moeite waard gekost om 5 jaar lang op agenda te zetten. We hebben nu het resultaat. Dit is een winst, niet alleen voor Aruba, voor het hele Koninkrijk. En we zijn daar heel dankbaar voor. Het moet nog bepaald worden of dat bestaat inderdaad orgaan is. Ja, ben ik bij orde? Kunt u uw vraag nog 1 keer herhalen, alstublieft? De vraag is, ik richt me aan de heer de NGD. De vraag is of wat betreft Raad van State, dat nog moet bepaald worden of Raad van State inderdaad het orgaan zal zijn dat wat betreft de geschillenregeling dienst zal doen, zou ik maar zeggen. Wij hebben gezegd dat het een orgaan moet zijn, echt waar niemand twijfel aan heeft. Wij hebben Hoge Raad genoemd. Het kan de Raad van State worden. Het kan een nieuw in het leven te roepen orgaan zijn. Maar het moet onafhankelijk zijn. Het moet een orgaan zijn waar geen twijfel over de objectiviteit, de zakelijkheid, de deskundigheid en de onafhankelijkheid betreft. We hebben een aantal genoemd, maar we laten het aan de regeringen over om er één uit te kiezen om of
om een nieuwe in het leven te roepen. Het zou bijvoorbeeld een constitutioneel hof kunnen worden. Maar we hebben in ieder geval aangegeven dat dat het karakter van het orgaan moet zijn. Ik ga nu door naar de volgende vraag vanuit Curaçao. Wie mag ik in Curaçao het woord geven? Mijn naam is Peter Eikelenboom. Ik werk voor Tele Curaçao. Ik wil mijn vraag stellen aan onze voorzitter van het parlement, Mike Franco. Meneer Franco, kunt u aangeven welke geschillen behandeld kunnen worden door dit orgaan en welke geschillen niet? Bijvoorbeeld als we praten over een algemene maatregel van Rijksbestuur, kan het orgaan daarover een bindend besluit nemen of niet? En als het dat niet kan, over welke geschillen wel? Nou, het gaat met name om geschillen. En het gaat dan om de juridische grondslag achter de interpretatie van alles wat vastzit aan het statuut. En daar komt een toetsing voor, alvorens het gaat naar zo'n geschillenregelingsorgaan. Dus het moet voldoen aan die criteria. En alles wat daaraan voldoet, kan na eigenlijk mediation, er is ook afgesproken dat je alles wat je al hebt uitput om te geraken tot een oplossing van het geschil. Maar als dat dan blijft bestaan, dan komt die pas bij dit orgaan terecht. Maar als ik concreet vraag, een algemene maatregel van Rijksbestuur, als dat ter sprake komt in de Koninkrijksregering, kan dat orgaan dat tegenhouden of niet? Als het onterecht is uitgeroepen, ja, en dan moet dat dus inderdaad getoetst worden of dat tegen de juridische vorm van het statuut is gedaan. Daar gaat het om. Kijk, een algemene maatregel van Rijksbestuur kan terecht zijn. Het gaat erom in welke vorm heb je die gebruikt, waarvoor heb je die gebruikt. Heb je daarin het statuut geschonden, ja of nee? In dat geval laat je dat door die beslechten. We gaan nu door naar Sint Maarten voor de volgende vraag. Wie mag ik in Sint Maarten het woord geven? Mijn naam is Hilbert Haier bij Today. En mijn vraag is voor de voorzitter van het UPCO, de heer Recour. Het dwingend karakter van de adviezen in de geschillenregeling staat een beetje haaks op de opvatting van minister Plasterk, die vorige week, als ik het goed interpreteer, nog gezegd heeft dat hij definitieve beslissingen aan de Rijksministerraad wil laten. Hoe ziet u dat? Als parlementen hebben wij natuurlijk, zoals in iedere democratie, het laatste, maar ook het eerste woord. En als wij als parlement het eens zijn, dan hebben onze regeringen daar naar te luisteren. Zo ziet ons staatsbestel eruit. En als parlement, en daarom is dit natuurlijk zo'n grote stap, hebben we gezegd, rechtmatigheidsoordelen, of iets wel of niet volgens de wet is, en de wet is dan in dit geval het statuut, moeten bindend beslist worden. Vervolgens moet natuurlijk nog wel een en ander uitgewerkt worden. Ik neem aan dat onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat doet met zijn collega's. En dat hij daarbij een mandaat krijgt van de ministerraad, van de Nederlandse ministerraad. Maar dat is een apart traject. Ik wens hem veel succes dat traject doorlopen. En ik denk dat hij daarbij een steuntje in de rug heeft gekregen door alle vier de parlementen, die het in ieder geval met elkaar eens zijn. En in die zin is dat niet alleen een steuntje in de rug van minister Plasterk, maar natuurlijk van alle ministers van de vier landen, die nu bij de Koninkrijksconferentie op dit punt een hele duidelijke kaders hebben gekregen, waarbinnen ze het verder moeten oplossen. Dan heb ik nog een aanvullende vraag over hetzelfde onderwerp. De eerste vraag in de persconferentie was: wie is er nu aan zet in feite? Dat is, ik neem aan dat het wordt geregeld in een rijkswet, de geschillenregeling.
En is het aan de Nederlandse regering om die Rijkswet op papier te zetten en vervolgens goed te keuren? Of moeten de afzonderlijke parlementen daar ook nog wat over zeggen? Op dit moment komt het aan de orde in de Koninkrijksconferentie. Dus het is natuurlijk nu zaak tussen de verschillende regeringen om op die punten die nog open zijn, dus binnen de kaders die we nu als parlement hebben gesteld, concrete afspraken te maken en overeenstemming te krijgen. En vervolgens volgt de juridische uitwerking. In welke vorm dat plaats zou hebben, dat zou ergens ik denk inderdaad dat het op niveau van de Rijkswet zou moeten, want het is een regeling die we met alle landen maken. En op dat juridische niveau moet je het dan ook regelen. En wie die uitwerking doet voor de Rijkswet, ja, dat laat ik in het midden. Dat zullen ambtenaren zijn. En het timeframe? Ook dat is moeilijk te zeggen. Ik heb daar al eerder pers over gesproken. En het zou mij tegenvallen als dat langer dan een jaar duurt. Want uiteindelijk hoop en verwacht ik nu dat het heel makkelijk wordt op de Koninkrijkconferentie de laatste klap erop te geven. En dan is het een kwestie van uitwerking. En uitwerking, daar moeten we vooral ook als parlementen onze regering achter de broek zitten om dat een beetje te laten opschieten. Want het is, ik begon er ook mee, het is gewoon actueel. Er zitten spanningen tussen de landen. Dit kan helpen die spanningen op te lossen. Dus moet het voortmaken. Oké, dank u wel. Goed, we gaan door naar de volgende vraag. Hier in de zaal in Nederland. Wie mag ik hier het woord geven? Wacht heel even tot de microfoon. Suzanne Koelen, Gadeli Herwald, Sint Maarten. Ik heb een vraag aan mevrouw Westcott-Williams. Gaan de aanwijzingen die ze maar het onlangs hebben gehad, gaan die ook onder de regeling vallen? Ik vraag dat omdat de aanwijzingen gebaseerd waren op het reglement van de gouverneur. Suzanne, permit me to answer you in English so that it can also be passed on to St. Martin, who is also tuned in here. One of the previous speakers indicated that anything that can be brought back to the Charter of the Kingdom of the Netherlands, and if there is a dispute or a difference of opinion on that matter or those matters, yes, it will fall under the workings of the dispute regulation which we have agreed to in this IPCO meeting. The relationships and the roles of the different parties and partners in the kingdom find their basis in the charter. The charter is the fundament of the relationships, the positions of the countries, of course, and of the different organs of the countries. And again, it's as a speaker before me indicated, that would have to be vetted, is it? And once that is the case and determined to be, then it falls under the working of the dispute regulation. Geen vervolgvragen meer. Iemand anders? Ja. Dag, Jorn Jonker van de Telegraaf. Ik zou graag van meerdere delegatieleiders willen horen wat er volgens hen in de geschillende regeling besproken zou moeten worden, wat momenteel in de Rijksministerraad is, wordt besproken. Dus kunt u daar concrete voorbeelden van geven, van zaken die eerder in de RMR zijn besproken, beslecht, die volgens u in de geschillende regeling besproken zouden moeten worden? Ik zou het aan mevrouw Westcott-Williams willen vragen en aan de heer Koer. Alles wat de vraag waar je concreet kan zeggen, het statuut is overtreden. Want daar gaat het om. Is volgens de wet gehandeld? En dan moet je terug naar wat in het statuut staat. Er zijn conflicten met Aruba geweest, waar Aruba zei, dit is echt, dit valt buiten het statuut. En dan kan je procedurele punten denken, maar je kan ook denken, kan Nederland iets zeggen over de begroting van een ander land in het Koninkrijk? Het gaat,
Het gevaar is natuurlijk dat je politieke beslissingen gaat voorleggen. Dat is niet de bedoeling in eerste instantie. We hebben wel bedacht, het is een groeimodel, maar de stap die nu is gezet is vooral juridische geschillen. Namelijk, is het volgens de wet, is het volgens het statuut, ja of nee? En dat kan, verder kan ik niet inkaderen met hele concrete voorbeelden, anders dan ik zojuist heb gedaan. De toekomst zal het leren. Als een politiek standpunt zien en de ander als een statutair probleem. Dus daarom was ik benieuwd naar wat ziet u nou als een politiek probleem van de laatste tijd en wat ziet u nou als een statutair probleem van de laatste tijd? Maar dat soort grijze randjes zal je natuurlijk houden. En dan is het aan de wijsheid van de rechters om te zeggen, dit is een juridisch probleem en zo moeten we het statuut uitleggen en dit valt er buiten. Dat moet u op een andere manier. Kijk, de adviesfunctie van de Raad van State blijft natuurlijk gewoon bestaan. En we gaan ook, misschien moet dat ook wel veranderen. Daar hebben we nu geen afspraken over gemaakt. Dus het is duidelijk dat niet alles voorgelegd kan worden aan dat nieuwe hof. Maar er zal altijd twijfel blijven. Valt het er nou net wel onder, net niet onder? Ja, het is uiteindelijk de rechter die dat beslist. En even ter aanvulling. Je hebt natuurlijk artikel 43 van het statuut. Daar zijn zoveel gesprekken en ook verschillen van mening over. En dat ligt in het statuut. Dus ik neem aan dat dat sowieso een van de bespreekpunten zal zijn. Dankjewel. Goed, ik ga weer voor de volgende vraag naar Aruba. Wie mag ik in Aruba het woord geven? Oké, hier. Zijn er nog vragen in Aruba? Nee, geen vraag. Dank u wel. Goed, dan ga ik door naar Curaçao. Zijn daar nog vragen? Ja. Goedemorgen. Ik ben Gilbert Sparen van Radio Maas. In de eerste plaats gefeliciteerd met het monumentale uitzending. Ik weet niet wie ik moet feliciteren, maar in ieder geval gefeliciteerd. Aan de andere kant heb ik toch een opmerking in die zin dat er volgende keer men rekening moet houden met ons als leden van de pers. Want wat de tijd betreft, want mijn heren, tijd is goud waard. En we hadden te lang moeten wachten. Ik heb een vraag voor delegatieleider van Curaçao, meneer Elmer Wilsou. Meneer Wilsou. Heeft Curaçao succes geboekt na deze overleg, zou u zeggen? En kunt u enkele voorbeelden noemen als dat het geval of het gevoel is? In primer lugar, bon dia. E na Curaçao, nós temos a paciência, traga na glória e me espera com a conferência que lhe trouxe uma boa glória. Wat wij hebben besproken hier in Nederland, men is genoeg sowieso gesproken over geschilregeling. Wat wij hier hebben ook gedaan op gebied van het onderwijs. Nog steeds kampen onze studenten, ex-studenten, met een probleem met terugbetaling van hun schulden. Tweeledig. Een groot gedeelte is niet in kaart gebracht. Ten tweede, het probleem met de deurwaarde blijft een rol spelen. Er is wel met de duo een overeenstemming bereikt ten aanzien van de betalingsregelingen. Maar het is moeilijk om dat te doen op 9000 kilometer afstand. En wij hebben de regering en de minister van Onderwijs erop aangedrongen om te komen met een helpdesk in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Want dat betekent, je kunt met elkaar praten, overeenstemming bereiken, zonder dat een deurwaarder om de hoek komt kijken. Het tweede punt dat wij hebben aangekaart, wat onderwijs betreft, is een nieuwe instructie van de Nederlandse regering ten aanzien van de bevoegdheid, zal ik maar zeggen, van hogescholen en universiteiten om zelf de aanname van studenten te regelen via toespraken, via het afleggen van een toets.
En wij vragen de minister om dat te regelen, dat het ook mogelijk is in het Caribisch deel van het Koninkrijk, omdat bijvoorbeeld er zijn studenten die een oproep hebben gekregen en om naar Nederland te komen om dat te doen. Terwijl ze zitten midden in examentijd op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het derde punt is dat studenten uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten hier in Nederland tijdens hun verblijf geen pensioen kunnen opbouwen. Als ze terugkeren, wordt het gezien, ja, je bent uitgeschreven op Curaçao, dus. Maar in Nederland zeggen ze, nee, wij doen niet aan die opbouw. Terwijl dat wel geregeld is ondertussen voor Bonaire. Dus wij vragen in die zin een gelijke behandeling. Ten aanzien van de integriteit, de hele insteek van deze IPCO is goed te geraken om onnodige spanningen weg te nemen. Spanningen die ons uit elkaar drijven. Zij het te maken heeft met het nemen van besluiten op basis van het reglement van de gouverneur, het zijn op basis van rijkswetten, het basis op basis van algemene maatregelen van het rijksbestuur, of te maken met over de oceaan heen en weer elkaar met de vinger wijzen wie nou wel integer is, ja of nee. Dus op dat gebied hebben wij binnen de commissie integriteit. Zullen wij komen samen de vier landen tot een matrix met de parameters waar wij ons allen zullen houden. Dat is één. Het tweede punt, de implementatie van die punten zal liggen bij elk land. Derde punt. Landen kunnen elkaar aanspreken als men niet voldoet aan hetgeen wij gezamenlijk hebben afgesproken en begrijpen en toetsen onder integriteit. Een punt daarvan is uiteraard ook de geschillenregeling. De hele doelstelling van ons is richting geven aan onze regeringen hoe daadwerkelijk te komen binnen het Koninkrijk tot een constructieve en mijn nadruk op constructieve samenwerking met begrip voor elkaar en met respect voor elkaar. U heeft nog een vervolgvraag? Nog een tweede vraag, die gaat zowel aan meneer Wilsou en ook aan meneer Recourt. Zijn er een of andere punten die achtergebleven zijn, winstpunten, jullie wens waren, die in deze overleg naar voren gehaald moeten worden komen? Moesten komen? Ja, het punt van initiatief Rijkswet van de heer Van Oven van 2000, waarin in feite hij zegt, het gebruik, het teveel en onterecht gebruik maken van algemene maatregelen van Rijksbestuur is ondemocratisch. Waarom? Het zet alle vier de parlementen op zee. En dat hoort niet in een democratie. Maar laat ik het zo stellen wat Curaçao betreft. Op een zeker moment hebben wij bepaalde akkoorden bereikt en vooral ten aanzien van de geschillenrekening. En ik moet zeggen, ik ben erg blij en verrast dat we zover gekomen zijn. En het is net met voetballen. Op een zeker moment sta je 2-1 voor. En dan probeer je freeze the ball. De bal zo te spelen dat je op die winst blijft voor alle partijen. Dus de overheid, de regering is een één, wij zijn twee. Dus het doet me denken aan de tijd in mijn jeugd, we voetbalden in de straat. En als je op een zeker moment de ene groep voorstond, nou, dan werd die bal weggemapt in de mondi. Die bal was kwijt, de wedstrijd is afgelopen. Dus in feite, wat probeer ik te zeggen, je moet op een zeker moment niet verder
gaan en dingen laten voor een volgende stop. Niet te veel op je bord nemen, want ik heb van mijn ouders geleerd, wat op je bord is, moet je allemaal opeten en niets mag achterblijven. Korte aanvulling op het voorgaande. We hebben natuurlijk alle tijd gemaakt voor de geschillenregeling. En daardoor is initiatiefwetsvoorstel van Over doorgeschoven naar de volgende keer. Evenals een voorstel wat uiteindelijk van de Nederlandse delegatie nog kwam ten aanzien van een tussenstap maken tussen overleg en meteen een aanwijzing. Namelijk een vorm van een integriteitskamer voor het hele Koninkrijk. Rijkswet, integriteitskamer of nou ja, hoe je het wil noemen. Dat was een punt wat verder niet voorbereid was door de andere delegaties. En zelfs onze eigen delegatie had niet een hele stevige voorbereiding. Dus dat idee, dat willen we graag de volgende keer aan de orde hebben. In een vrijblijvende manier, zullen we maar zeggen. We willen vooral kijken, zoeken met de verschillende parlementen. Op welke manier je tussen niets en alles nog een tussenstap kan maken. En hoe dat vorm moet krijgen. Daar moeten we nog over nadenken. En dat doen we graag in de toekomst. Goed, bedankt. We gaan nu door naar de volgende vraag voor Sint Maarten. Ja, Hilbert Haar weer van Today. Goedemiddag. De delegaties van Aruba en Curaçao die hebben allebei aangegeven dat er wordt gewerkt aan een wet gelijke behandeling. Aruba is op weg naar het mogelijk maken van geregistreerd partnership. De delegatie van Sint Maarten, en daar is deze vraag voor bedoeld, is wat stilgebleven op dat punt en gezegd, discriminatie in Sint Maarten, dat treft vooral immigranten, maar voor bijvoorbeeld mensen met een verschillende seksuele oriëntatie valt het allemaal reuze mee hier. Betekent dat Sint Maarten helemaal niet nadenkt over het ontwikkelen van zo'n wet gelijke behandeling? Hilbert, thank you. And again, in English for the sake of the others there as well. And what we have presented during this IPCO are the results of a report commissioned by the government to give us an indication as to where are the areas that we should put emphasis on because the potential of discrimination is high. And that is what we have outlined, the results of that, and where the potential for such is high, moderate, or low. And now, with that information, the government itself also has a direction as to where we should work further legislation and regulations out on. So we presented the results of that study that was done and that information. And again, it's a guideline for the government, but the results are what you have just cited. So you have high potential, moderate potential, and low potential in the different areas. And we have outlined what those are to the IPCO, because in that context, when it comes to discrimination, for example, is one of the points on the IPCO agenda where the aim and the objective is to keep the others informed as to what we are facing as individual countries and what we are doing about it. So that is not necessarily to come to a joint position on, but to keep one another informed. In doing so, you might encounter practices that another country has, which could be helpful in St. Martin, in this case, developing its further regulations, its laws, and even its awareness, because that too is an important aspect in the context of discrimination, the point that you raised. To add to MP Westcott's Williams' answer, the ministry has also indicated to us that the information was what they had before, but they are busy right now compiling data. So perhaps in the future we will get more information, and perhaps some from moderate might go back to low, et cetera, but right now the ministry with the Department of Statistics and the Department of Labor is conducting and compiling more information on the specific issue of discrimination. Heeft u nog een vervolgvraag?
Yeah, so there's currently no line of thinking about going in the direction of a registered partnership like Aruba does. Hilbert, if I understood your question correctly, registered partnership, you ask if we are thinking about going in that direction. If that was the question, we have not had that discussion neither with government nor as a parliament yet. Okay, thank you. Oké, dan ga ik door nu naar een vraag vanuit hier in de zaal. Gaat u gaan. René Zwart, Antilliaans Dagblad. Ik heb een vraag voor mevrouw Lindhorst. We hebben gezien gistermorgen dat er op een gegeven moment, toen het over integriteit ging, opeens wat spanning ontstond in deze zaal. Uw delegatielid Bosman die vond het een gemiste kans dat er niet gesproken kon worden over, of doorgesproken kon worden over integriteit. Denkt u daar nog zo over? En u benadrukt ook allemaal dat alle delegaties water bij de wijn hebben moeten doen om tot die geschillenregeling te komen. Heeft de Nederlandse delegatie, als het om water bij de wijn doen aankomt, water bij de wijn gedaan door niet meer, of door akkoord te gaan, niet over de integriteit door te praten? En daardoor te schuiven naar een volgende IPCO? Nee, het ligt net iets genuanceerder. Als ik dat even mag uitleggen. Kijk, toen ik 12 jaar geleden in het IPCO begon, toen was de houding, we bemoeien ons niet met elkaar. Alles is interne aangelegenheid. En dat kwam eerlijk gezegd dichter bij ongeïnteresseerd zijn dan bij respect voor elkaars autonomie. Want daar draaide het vaak wel op uit. In de periode daarna gingen we elkaar de waarheid zeggen. Maar ook echt op een manier waar de honden af en toe geen brood van lusten. En toen is ook het IPCO een keer niet doorgegaan. Een periode daarna hebben we het opnieuw opgestart, maar toen waren we wel heel behoedzaam tegenover elkaar. Dus toen gingen we wel de vraagstukken waar we echt over van mening zouden kunnen verschillen, waar we echt over zouden botsen, die gingen we uit de weg. En wat er gisteren gebeurde, daarom was ik, u heeft goed gehoord dat ik wat irritatie in mijn stem had, toen dacht ik, want we zijn nu begonnen dus met echt op zoek naar oplossingen en elkaar daarbij niet te sparen. En gisteren meende ik de oude reflex weer te horen. Want toen ging het opeens weer over de procedures en wat we hadden afgesproken. En toen heb ik gewoon letterlijk gezegd, het was ook openbaar, we kunnen nu formeel zijn en we kunnen constructief zijn. En in die zin vond ik het ook een goede. Kijk, er waren gisteren weer schorsingen, er waren emoties. En bij een IPCO waar je probeert oplossingen te zoeken en waarvan je weet dat je verschil van mening hebt, dat kan niet zonder botsingen en emoties. En dat is gisteren gebeurd en dus op een goede manier zijn we daarmee omgegaan. En ik denk dat we nu toe zijn om deze fase verder uit te bouwen. Voor de voorzitter, meneer Recour. De stemming is goed. Er kunnen hele lastige onderwerpen besproken worden, veel meer dan in het verleden. Het leidt ook tot, ondanks dan even zo'n botsing, tot een uiteindelijk goed resultaat, hè, waar iedereen blij mee is. Speelt daar een rol dat de Nederlandse delegatie anders is samengesteld dan in het verleden? En dan bedoel ik dat er geen PVV-lid meer bij is? Nou, ik draai nu een kleine 5 jaar mee. Ook met delegaties waar de PVV wel bij was. Ik moet zeggen, het was lang niet altijd PVV-lid wat zorgde voor reuring en ellende. Dat zat eigenlijk meer voor mijn tijd. Dus ik denk dat ook met de PVV tot goede IPCO's gekomen kan worden. Het is natuurlijk wel zo, en dan heb ik het niet alleen over PVV. Op het moment dat er delegatieleden zijn die niet uit zijn op constructief met elkaar bezig zijn, maar die uit zijn op tenen trappen en ruzie maken, dan wordt het een stuk moeilijker. Ik spreek de wens uit dat we inmiddels met elkaar zo'n band hebben opgebouwd dat we dat aan kunnen. Maar moeilijker wordt het wel, er zouden minder gelachen worden. Daar ben ik van overtuigd. Goed, gezien de tijd, we gaan nu nog 1 ronde doen. Ik ga voor de zekerheid nog 1 keer naar Aruba. Net waren er geen vragen, maar ik probeer het nog even 1 keer. Is er een vraag vanuit Aruba? Op Aruba zijn er geen vragen meer, dank u wel. Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar Curaçao. Ik ga nu door naar Curaçao voor een laatste vraag. Ja. Goedemiddag. Mijn naam is Richeron Valentin van Radio Direct vanuit Curaçao. Ik zal mijn vraag in het Papiaments doen en daarna zal ik hem vertalen in het Nederlands.
Kiko tabata e problema qua surge qua proposition di signor Roelof van Laar di PVDA e ta kiko ta bai passa qua proposition a kiko ting di aber qua assunto na di integridad. Wat was uw probleem met het voorstel van de heer Van Laar en wat gaat er met deze voorstel gebeuren die te maken heeft met integriteit? Mijn vraag gaat voor de heer Eeman, Mike Eeman. Sorry. Maar zijn geest waart hier rond natuurlijk. Heer Franco, Mike Franco. Oké. Bedankt voor de vraag. Wat al werd uitgelegd, met de IPCO nieuwe vorm hebben wij inderdaad regels opgesteld om te voorkomen dat er leden stukken naar binnen brengen die niet gedragen worden door de delegatie. Op het moment dat dit stuk werd uitgedeeld, was het een stuk van meneer Van Laar die hij ook zelf heeft rondgedeeld. Dus wij waren in ieder geval van mening dat dit geen Nederlands stuk was, maar een stuk van een lid uit de delegatie. En daarom hebben wij bezwaar aangetekend om te zeggen, dit hebben we niet, we accepteren dit niet van Aruba, niet van Sint Maarten, niet vanuit onze eigen delegatie Curaçao, dus ook niet uit de Nederlandse delegatie. Bleek achteraf dat meneer Van Laar dit had gemaakt in opdracht van de Nederlandse delegatie, maar in principe niet totaal had besproken. Dus wij zijn toen met het presidium wel gaan kijken naar de inhoud hiervan en hebben ook besloten dit stuk mee te nemen in een agendapunt die we in het volgende IPCO zullen behandelen. Oké, en welke punt had de heer Van Laar? Ja, meneer Van Laar had het over integriteit en te komen, inderdaad, zoals ook werd besproken, tussen een tussenvorm in het behandelen van integriteitsproblematiek, zodat er niet meteen gegrepen werd naar maatregelen van rijksbestuur, et cetera. En dat wilde hij in een rijkswet gaan regelen, dat was het voorstel, of een andere vorm waarop wij daar met elkaar om kunnen gaan. We hebben er toch naar gekeken en we hebben inderdaad besloten dat dit op de agenda blijft en een volgende IPCO op die manier ook wordt behandeld. Mijn laatste vraag, komt er ook een in Nederland voor de mensen in de regering, net als op Curaçao? De heer Recourt. Ik snap uw vraag niet helemaal. Wat komt er ook in Nederland? Een screeningsproces. Hier op Curaçao kennen we onze ministers worden gescreend. Ik zou het niet weten, we hebben het er niet over gehad. Maar u bedoelt een wet, kijk, ook in Nederland worden ministers gescreend, maar u bedoelt waarschijnlijk zo'n wet zoals die op Curaçao ook is. Die is er in Nederland niet, ja, ik weet niet of die komt. Ja, want het staat in onze landsverordening, daarom. Ja, dat weet ik. Dat is volgens mij prima landsverordening. Ik weet niet of die in Nederland komt, ik kan u er geen antwoord op geven. Voorlopig zijn er geen plannen voor. Oké, dankjewel. Ik wou vragen of u misschien mij ook nog een kans kan geven om nog een andere vraag te stellen. Is het beschikbaar? Nog één laatste vraag, prima. Hartelijk bedankt. Met het oog op het onderwerp integriteit. Meneer André Bosman had een vraag gesteld of de journalisten andere belangen erbij hebben. Had meneer Bosman het over Caribische journalisten, Nederlandse journalisten of beiden? En voor wie is... Meneer Recourt. Meneer Recourt. Ja, ik kan niet voor meneer Bosman spreken, maar ik mag aannemen dat hij over de media in zijn algemeenheid sprak. Hartelijk bedankt. Goed, we gaan nu door naar Sint Maarten voor een laatste vraag. Zijn er nog vragen vanuit Sint Maarten? Ja, zeker. Ja, Hilbert Haart, Today. De vraag is voor mevrouw Romeo.
Die heeft in de IPCO-vergadering ook iets gezegd over de integriteit en wel de objectiviteit van de media in Sint Maarten. Die trok zij in twijfel. Als hoofdredacteur van de meest kritische krant in Sint Maarten vond ik dat natuurlijk een interessante opmerking. En mijn vraag aan haar is om met naam en toenaam aan te geven welke media zij ermee bedoelt en op welke feiten deze observatie is gestoeld. Thank you for your question. We had a healthy discussion with the ombudsman, and in the dialogue, the question was about integrity. In my response, and it's this general for all media, I'm speaking about accountability of all. Too often, when one speaks about integrity, it is only looked at the parliamentarians and government. But I indicated the media also have a role with integrity, and also the public in general, the community, have a role. And to further elucidate, whatever is placed in the media, and it's not factual, especially for the Caribbean islands where we depend on tourists, it gives a very negative connotation and it's bad for business. So again, yes, integrity is for the politicians, parliament and government, but it's also for the community and also for the media. We all must take responsibility and be accountable for our actions and the information that we give out there. And that's the meaning of my response. Thank you. I agree, of course, with you that the media are also to be held responsible, but you didn't answer my question. Again, it was a general remark, and it's also geldig voor Sint Maarten. Goed, ik ga door voor de laatste vraag hier in Nederland. Wie mag ik het woord geven? Ja, ga je gang. Ik denk dat een van de afspraken die het meest voelbaar wordt op de eilanden, de cedula, het vermakkelijken van het reizen wordt. Staat daar een timeframe voor? Voor meneer Franco. Ik denk dat het heel moeilijk kunnen bepalen binnen het IPCO hoe die timeframe in elkaar wordt gezet. Ik denk dat het een kwestie is van de ministers bij elkaar zetten. En de landsverordeningen dusdanig veranderen dat je het besluit neemt dat een cedula als reisdocument tussen de eilanden gebruikt kan worden. Dus het zal niet lang hoeven te duren, maar nogmaals, je kan een timeframe ook niet opleggen. Nog één vraag daar? Ja. Het gaat nog over de geschillenregeling. De reikwijdte is breed gelaten, hè, strikt juridische geschillen over de interpretatie van het statuut. Wat als de Koninkrijksconferentie hier nou niet uitkomt, omdat zij zeggen dit is heel breed en dat er politieke discussie gaat ontstaan over of daar nou ANVRB's onder vallen, aanwijzingen, rijkswetten. Wat is dan jullie volgende stap? Komt het dan terug op een volgende IPCO? Meneer Recour. Okay. Ja. Ik wil, dat heb ik ook bij mijn inleidende verhaal gezegd. Het IPCO moet zijn vanuit het Koninkrijk de parlementen die de regeringen een opdracht geven, een wens uit aan de regering om dat te regelen. En als dat niet gebeurt, daarom zit het in frequentie om en om en om, dan moeten wij als parlementen de regeringen daar weer op aanspreken. Dat doen we nationaal. Als nationaal de regering niet doet wat wij willen, geven ze op een laarzen, om het maar ondiplomatiek te zeggen. Dat moeten we natuurlijk in het Koninkrijk ook gewoon doen. Dat is volgens mij wat de meerwaarde van het IPCO is. Wat we nationaal doen, moeten we op koninkrijksniveau doen. En daar heeft echt het parlement het laatste woord. Dus als de regering niet doet wat we willen, dan gaan we er nog harder op duwen. Wat ons betreft, op Curaçao's terugkomen, komt dit in een motie aan de regering om dit standpunt te nemen en te verdedigen
tijdens de komende Koninkrijksconferentie op Curaçao. Het is hard gewerkt op ambtelijk niveau, is men er niet uitgekomen. Dat is de realiteit. De drie punten waar we het nu hebben, zijn voorzetjes, als je het wil, aansturingen aan onze regering van dit is de wens van de vier parlementen om eruit te komen. En de heer Recour heeft duidelijk gezegd wat de mogelijke consequenties zijn. En dat wil ik niet herhalen. Daarmee is een eind gekomen aan deze persconferentie. En ik wil iedereen bedanken voor zijn deelname hieraan.